Yo mensen, tof weer kijken naar deze video. Mijn naam is Wesley van FIFA Boy 1999. En vandaag weer de final Career Mode voor jullie. En vandaag sluiten wij dit seizoen af met de finale in de Conferences League tegen Rangers FC. Dat is de wedstrijd die nu aankomt. De finale in de Conferences League. En wij gaan ook in deze aflevering een begin maken aan het nieuwe seizoen. Jullie kunnen weer jullie transfer suggesties achterlaten wie ik moet gaan verkopen, wie er moet komen. Natuurlijk, Neres komt al, Xavier Simons komt al, Dessers gaan we officieel terug, gaan we definitief halen naar Feyenoord. Um, Dost die komt volgend seizoen, dus uh, we hebben een nieuw spitsendeal met Dessers en Dost. Linse gaan wij in ruildeal betrekken met Dessers. Dus Linse gaat naar Club Brugge. En wij gaan nu beginnen eerst even aan deze wedstrijd, de wedstrijd, een belangrijke wedstrijd. Kunnen we nu ook de Conference League Cup pakken? Zijn we de eerste club die dat kan? Zo ziet hij eruit en wij gaan hopen op die cup. Gaat het ons lukken tegen Rangers FC? Een lastige pot, dat zeker, maar, we hopen, het, we, gaan maar hopen, we hopen er het beste van natuurlijk. We hopen hier gewoon die cup in ontvangst te gaan nemen. In een wedstrijd die voor ons uh, heel erg belangrijk is natuurlijk. Financieel gezien natuurlijk ook. Krijgen we er weer wat geld voor? Dat is altijd goed voor Feyenoord, hoort het geld. Maar ook hopen dat het hier gaat lukken. Want het is nog niet gezegd dat Feyenoord hier maar 1-2-3 gaat winnen van, van Rangers FC. Dat wordt nog een lastige klus voor de Rotterdammers. Maar Feyenoord is erop voorbereid. Feyenoord kan het. Dat weten we. De spelers zijn geconcentreerd. Bij, van beide elftallen. En we gaan kijken. Bieden van de twee. Geconcentreerd gaat blijven. Dit zijn de elf van Feyenoord. Onze vaste zelfs met de twee spitsen voorin. Lintsen en Destes voor het laatst. Samen in de spits. We zien die sterren, Jahanbakhsh die ook zijn laatste wedstrijd speelt. Allereta Jahanbakhsh gaat volgend seizoen vertrekken, want op zijn plaats komt um, zijn vervanger te staan. Neres. Dit zijn de L-spelers dus van Feyenoord. Gaan we kijken naar de L-spelers van Rangers FC? Kijken of daar nou wat verrassende namen tussen gaan staan of namen die we kennen bij, bij de tegenpartij. Komen we nog naar bekend voor hier: gezichten op misschien. Nee, niet echt. We gaan kijken naar de namen van Rangers FC. Kennen we een paar namen? Ik niet echt. Misschien jullie wel, maar um, uh, nee, ik ken het niet echt. We gaan gewoon gelijk beginnen aan de wedstrijd. We gaan hopen op een goede wedstrijd. Een goede finale. We zijn begonnen aan die wedstrijd. We en het is uh, de Rangers die uh, balbezit heeft. jacht gaat naar een openingstreffer hier in de finale. Ervaren dat dat natuurlijk dat wil voorkomen. Jack. Kent, Jack. Het is nu even of FC die deze openingsfase de bal rondtikt. Op ja gaat naar een voorsprong. En wij die natuurlijk willen tegenhouden. Kent. Haki. Haki terug naar achteren. Dan komt hij weer terug bij Haki. Geeft de bal voor. Weggehaald door Gittraerde. Opgevangen door Alireza Jahanbaks. Nu de counter kijkt met Destus. Destus komt hier langs. Uh, kan nu op Jahanbaks. Dat is geen buitenspel. Goed. Alireza Jahanbaks. En de redding van de doelman. Bal opgevangen hier door de Range FC, geen hoekschop dus, doorspelen. Bal binnen de ploeg houden wel aan de voeten van Til. En dan is het eigenlijk nu bal op de paal, via de keeper. Als het zomaar weer een kans, dan vaart het, het bal nog steeds in bezit. Dessus en Tor. Thornsta nu en dan nu wel de hoekschop. kans nu van Jens Thornsta gaat er niet in. Half uur gespeeld, had zomaar een paar keer kans kunnen zijn voor een 1-0. Malatia nu, komt daar langs. Stel Malatia met de voorzet, de kopbal komt er niet. Kans nog een keer, de bal op de paal. Zit ook niet mee. Tweede keer op de bal. Paal net van Til. Nu van Gertruida. Nu dan de bal. Op Linssen. Is perfect van Dessers. En dat mag Linse De score openen hier in de finale. De assist is van Cyril Dessers. En hij vindt Brian Linse Nog niet wetende dat Linse hem gaat verruilen. Dat Dessers komt en Linse gaat naar Club Brugge. Dat wist hij hier nog niet. Maar dat gebeurt wel. Nog tussen de tweede helft. Wat een goed begin Want Dessers probeert de bal even zo binnen te schieten. Maar dat lukt niet. Het wordt dus geen 2-0. En gaan we dus door in de strijd om die Cup. We hebben begonnen in de tweede helft. Was al eerste kans voor Feyenoord voor een 2-0. Maar gaat er niet in. Range of C. Nog niet heel gevaarlijk geweest. En Feyenoord daarentegen wel. Haggy. Wordt dat nu een keer gevaarlijk voor Feyenoord? Kent. Moet het oppassen. Moeten verdedigers goed hun werk doen. Trouner Doet het perfect. Trouner. Nu Feyenoord eruit komen. Trauner en Thorstaan. De man die vol zoen nog blijft. Gaat zijn contract verlengen. Geeft de bal hier goed. Op Desis. Desis dan nu over zijn doel. Ja, het is er heel. Is voor de 2-0. En hij scoort dus zijn doelpunt in deze finale. Zijn eerste en de 2-0 in deze wedstrijd. De man die officieel blijft, gaan we volgens zo gelijk regelen: dat hij naar feierd komt. Het is 2-0 van Cyril Desses in de 55ste minuut. Toornstein. Feierd nog niet klaar. Malatia. Goeie paas op Sinisterra. Sinisterra. Het vraag is hoe lang hij gaat blijven, natuurlijk, in de kuip. Geeft de bal goed op uh, Desses. Houdt de bal binnen. Ja. Nu, Alé Desa. een aanbak. Schieten. Geeft hem op til. Schot geblokt. Tweede instantie nog een keer geblokt. De bal blijft nu in bezit van de Rangers. Til onderschept de bal. staat dan. Nu dan nog een keer Feyenoord. Jahanbaks wordt geraakt. Openvang hier door Sinisterra. Nu dan weer. Tess het weer schot geblokt. Vaak schot geblokt hier. 61e minuut loopt. Het bal nog steeds voor Feyenoord. Til. En één keer door richting Jahanbaks. En dan kan staat niet de bal vasthouden. En dan is de bal nu weer voor Rangers FC. Bij een 2-0. 64e minuut. 2-0 voor Feyenoord. De vraag is: kan Feyenoord dat zien vasthouden? Al komt er een aansluitingstreffer. Daar zijn ze wel op weg na. Maar dat is bij het spel van Kent. Komt Hartjes erin voor Til. Ondertussen 66e minuut. Weer de kans voor Feyenoord. Jahan Baks. En een redding Hoekschop voor Feyenoord. kans was van Alareza Jahan Baks. Hoekschop nu voor de Rotterdammers. Wordt genomen door Tongerstra. Wel weggehaald door Kent. Opgevangen hier door um, Sinisterra. Van afstand in de handen van de doelman. Nog 20 minuten te gaan in deze finale. Bij een 2-0 voor Feyenoord. Fijn wil de wedstrijd definitief beslissen met een derde? Gaat het gebeuren? Lintze en Dessers. Dessers raakt de ballen kwijt. Wordt opgevangen hier door Malatia. En Sinisterra met de voorzet richting Dessers. Dessers! Wat een prachtige duikopbal van Cyril Dessers. En hiermee beslist hij toch wel deze finale. Met zijn tweede in de wedstrijd. De 3-0 in deze finale. Prachtig gedaan door Cyril Dessers. Zijn tweede in de wedstrijd. Hij beslist hij dan toch wel mee de finale van deze Confederations League. Prachtig gedaan door Dessers. En 3-0 is het. Met nog vijf minuten officiële speeltijd op de klok. Koop nog een Te vervangen van Jan Het mag niet baten, blijft 3-0. Feyenoord kan er geen 4-0 van maken, maar de Rangers is zichtbaar aangeslagen. De man van deze finale is dan toch wel weer Cyril Dessers die je toch wel vaker kunnen laten zien. En ook al heeft hij laten zien dat hij moet blijven bij Feyenoord. Dan gaat het volgens hem nog een hele klus worden, wie we moeten uitlenen, wie we moeten verkopen. We hebben Bannis, we hebben Boznik, we hebben Van Hoordonk, we hebben Dost, we hebben Dessus. Linzen gaat dan al weg. Maar goed, we hebben alsnog veel spitsen. Misschien Bannis in dat soort consorten uitlenen. De jongere spelers even ervaring op laten doen. De wedstrijd zit hierop. Winnen met 3-0. Dan gaan we dus ons focus op het volgende seizoen. Ik wou de viering ook erin zetten. Maar ik, ging te, ik klikte het gewoon te snel weg. Dus dat heb ik helaas niet kunnen doen. Maar we hebben wel 3-0 gewonnen. En zo zijn we dus... Deze aflevering goed geëindigd. Deze, dit seizoen goed geëindigd. De beker, de competitie en dus de Conferences League. Nu gaan we volgens doen ons vestigen op de Champions League. In ieder geval de kwalificatie hebben we dan eerst. Gelijk de volgende aflevering is dat. Maar ook, jullie kunnen nu de transfers achterlaten. Welke spelers moeten weg? Welke spelers moeten we halen? Laat het allemaal weten. Hebben we hebben voor mij redelijk veel geld. Volgend seizoen. Voor mij in de, in de 40 miljoen of zo. 45 als ik het goed herinner. Maar wij gaan dus wel met een goed gevoel. Het nieuwe seizoen in, want desis gaat komen. Jullie gaan zo op te zien wat er allemaal gaat gebeuren. We gaan in ieder geval snel er doorheen. Assistenleider is van de, de Conference League, was, was Linse. Dat is verrassend. En wij gaan dus nu snel naar, de, naar het tweede seizoen toe. Dan zijn we nu al aangekomen en in het tweede seizoen. We gaan het voorseizoen in natuurlijk. Die ga ik trouwens simuleren, het voorseizoen. We gaan de club, nou hoef ik de club niet te bewerken. Want het blijft hetzelfde stadion enzovoort. Dus dat blijft gewoon zoals het is. Maar eh, omdat er veel spelers qua interland weg zijn. Dan gaan we gewoon de wedstrijden simuleren in een vriendschappelijk toernooi. Kansen dat we gewoon niet doorheen komen. Maar we zijn natuurlijk vooral bezig met, eh, met de 12 spelers die zijn gekomen. Eh, Senessi gaan we afwijzen. Dat is een van de eerste, eh, eerste aanbiedingen van op Marco Senessi. Maar die heb ik gelijk afgewezen. Want die blijft voor ons nu nog bij ons. Of jullie willen natuurlijk dat die verkocht wordt. Jullie kunnen natuurlijk achterlaten wat jullie willen. Eh, voor de volgende 500 Career Mode. Spelers die op uiteindelijk weg zijn, spelers die zijn gekomen. Gaan we nu even naar kijken. Er zijn drie spelers natuurlijk. Hier zetten we de opstelling meteen veranderen. Maar nu gaat Bas Dost voor nu even in de spits. Dan hebben we natuurlijk, um, even kijken, Xavier Simons, die we natuurlijk uh, meenemen. En hier, in plaats van Janabaks, David Neres. 81 algemeen. Nu dus in dienst van Feyenoord. Ja, als Bergers en Aars kan, kan ook Neres naar Feyenoord. We gaan wel even kijken naar een speler. Natuurlijk, ik zei het al. Serial Dessus gaan we officieel halen. We gaan hem in Reildeal proberen te betrekken met Linzen. En ik ga jullie vertellen dat het gaat lukken. Dus we gaan onhandelen. Lopen er nog, staan nog een paar spelers. Lang. Cudetti, Karsdorp. Maar ja, ik wil niet Noah Lang halen. Natuurlijk zien die sterren nog, maar ik wil niet te veel spelers van Ajax halen. Anders lijkt het gewoon te veel op Ajax en dat gaat niet gebeuren. We gaan Linz in Rijldew betrekken. En daar gaan ze mee akkoord. Wellen wel wat geld erbij, maar dat vind ik prima. En zo komt Brian Linsen dus officieel. Um... Gaat Brian Linsen officieel daarheen. En komt Desus weer terug naar Feyenoord. Hij had het naar zijn zin. Cruciale rol. Samen met Bas Dost in de spits. Wordt het de nieuwe deal van Feyenoord. Eigenlijk dezelfde opstelling ongeveer als in de Conference League wedstrijden vorig seizoen. Maar er wordt nu dus een vaste opstelling van Feyenoord met het middenveld. Jullie gaan het zo meteen zien. Karsdorp. Ja, die kon ik ook op zich halen. Maar ja, we moeten even kijken. We moeten even kijken wat jullie willen. Um, ik ga de opstelling dus veranderen naar een 4 vier... 4-1-1, maar ik ga het wel even aanpassen. Neres gaat natuurlijk daar staan. Dan hebben we even kijken. Desses nemen we dus nu mee. Ten koste gaat dat van deze speler. Hup. Desses dan hier. Gaan we gelijk in de baas zetten voor Ouzakoub. Die gaat naar de bank, uh, Orkan Ouzakoub. Is al 29, misschien moeten we hem uitlenen. We hebben hem vorige seizoen wel veel gebruikt. Zo gaat het dus eruit zien. Bas, Dost en Desses voorin. We hebben we en Toornstad op het middenveld. Neres en Sinister op de flanken. En de verdediging is gewoon zoals gebruikelijk voor nu. Even een wedstrijd simuleren. Die verschappelijke wedstrijd hier tegen deze tegenstander wel. Want we natuurlijk wat aanpassingen. Want ja, we verliezen 1-0. Natuurlijk heel wat jeugdige spelers nu in deze wedstrijd. Want heel wat spelers mee zijn met hun land. Uh, Bijlo van Ajax op de benen. Maar je Bijlo gaat niet naar Ajax. Zeker niet. Bijlo gaat zeker niet naar Azië weg. Het is naar het buitenland. Uh, dit zijn natuurlijk een paar spelers die ik op de leenlijst heb gezet. En dat ze er blij mee zijn. Atenucci ga ik weer op de leenlijst zetten. Moet er wat hoog gaan worden qua potentieel. Southampton simuleren we. Bas Dos speelt wel zijn eerste wedstrijden al. Verlies met 2-1 van Southampton. Dat is wel wat minder. De laatste wedstrijd nu. We staan onderaan. Maakt eigenlijk helemaal niks meer uit. Marciano gaan we verkopen. En Guitardo ga ik mee in onderhandeling met Sevilla. Kijken of ze het bedrag willen geven wat wij willen. In ieder geval is Marciano dus verkocht. Dat is wel uh, één ding wat zeker is. Maar we gaan onderhandeling met Sevilla voor Geert Ruuder. Ik denk niet dat ze met mijn akkoord gaan. 60 miljoen 43.1. Ik wijs het af. ik wil hem niet weg eigenlijk hebben, Geert Ruuder. Ja, of, of jullie willen het, hè? Het is aan jullie de keuze wie ik moet verkopen. Kijk, de spelers die ik net gehaald heb, wordt het niet. Neres blijft nog. Um, uh, Dos blijft natuurlijk nog. Uh, Xavier Simons blijft. Maar Thorstam, moet ik daar misschien een beetje langzaam naar de bank zetten en Xavier Simons in de basis zetten? Het is wat jullie willen, hè? Jullie kunnen het achterlaten. Laat gewoon jullie suggesties achter. Ik wil het graag horen. Uh, speler verkocht, Marciano verkocht. En Jahan Bax gaat ook weg. Die gaat naar Spanje. Als het goed is, als, uh, als ze eruit komen, de, de, de elftallen. is dus vertrekt dus. Um, even kijken. Langzaam door. Jaanbaks is inderdaad verkocht. Nou, Neres is dus nu gewoon een vaste speler. Troost gaan we verkopen. We hadden sowieso al veel doelmannen. Senesi daarentegen dan weer gewoon niet. Maar Troost is dus ook weg. Twee doelmannen nu verkocht. Marciano en Troost. En dus ook uh, Jahan Baks, de aanvaller. Troost nu ook verkocht. Even kijken, aanbieding. Nee, dat is gewoon de, okay, de mail van Troost. Prima. En nu de eerste volgende wedstrijd is tegen AZ. Die is dus voor de volgende aflevering. Um, ik ging op deze, je, uh, de op deze vrije speler nog even in. Hopen dat we de volgende aflevering antwoord op krijgen. Ik ga u bedanken voor het kijken deze video. Druk op de tijd, gedaan. Dat zeg ik zoals tijd. En zoals nu, later.